Renault Antwerpen. De auto's van stad. De bewoners van de Korte Maalstraat in Zoersel werden een tijd geleden opgeschrikt door dit bord. Een bouwaanvraag voor een woning met drukkerij. Dat laatste zien ze hier niet zitten. Het is hier een doodlopende straat. Dat zou hier een service zijn van die drukkerij. 24 op 24 uur. Met al de leveringen van camions en al wat dat u wil. Op een asfaltje amper voor één auto. Je kunt hier niet draaien. De mannen van de vuilkar die komen hier in achteruit om de zakken te komen ophalen. Dat gaat hier een geweldige, rumoerige straat worden in een parkgebied en dat hoeft niet. De bouwaanvraag werd eerder al nietig verklaard door de gemeente Zoersel. Maar in hoger beroep kreeg de eigenaar van de grond wel een vergunning. De bewoners vechten nu terug. Ja, dan moeten wij ook met alle middelen vechten die wij hebben. En dat gaan wij dus ook doen om onze straat rustig en leefbaar te houden. Op 21 september moeten de bewoners hun bezwaarschrift indienen. Later dit jaar wordt er dan een definitieve beslissing genomen. Dat is ook interessant. Nee, ja.